Welkom bij een nieuwe video, dames en heren. Vandaag bepaalt de legend himself, Guy. Geef me die high five. Nee. Oké. Vandaag bepaalt Guy de hele dag hoe mijn leven eruit ziet. En we beginnen met een autoritje. Je vraagt je vast af, wie is dit kind? Dit is Guy. 4 jaar en een absolute legend. Maar dat wisten jullie al. Vandaag bepaalt Guy de hele dag wat we gaan doen. En om lekker in de sfeer te komen, een liedje. Dus het is tijd voor... Huts Remix. Huts en Nevo Remix aan Pretta. Huts en Nevo doen allemaal en Nevo. Nog een keer. Maar word je niet een keer moe van Huts? Nee. Ik wil alleen maar schat worden leren. Nee. Versta je niet zo goed als je richt naar buiten praat? Echt wel. Ik hoor je niet. Echt wel. Ik hoor je niet. Doe maar niet te gek, doe maar lekker gewoon. Trap je camera kapot. Ja, jouw opa is de melk meneer, hè? Melk. Dat is een boer meneer. Een boer meneer. Wat kan je nou halen? Ik moet even tanken. Dat was nog jaren. Wil jij eens, maar dat mag echt niet voor mama, hè? Mama heeft mij verteld dat jij maar 1 snoepje vandaag mag. Nee, ook nog 1. 2 snoepjes? Ja. Maar niet meer? Nee, daar een snoepje halen. Waar? Daar. In het tankstation? Nee, daar. Dit kan. Hoeveel zit het er hier in? 100. Nice. Hier zitten 3 pakjes in. Poh, dat is mijn merk. Ja. Ik kan niet van mijn broers delen. 1 seconde blijven zitten, ik gooi het even in de prullenbak. Oké. Okay. This is all wrong. En die zakt je ook in de prullenbak. Nee, ik help je niet. De auto zit op slot. Nee, doe me open. Guy, weet je nog dat wij een keer bij een huis gingen kijken, een helemaal leeg huis? Dat we daar verstoppertje gingen spelen? Daar woon ik nu. Oh. Uitstappen! Anders zat ik hierin. Oh, dat moet je niet tegen mama vertellen. Maar hij zit toch vast. Zo! Nee, ik wil met deze stoppen! Zo. Zo. Haat gelijk! And his name is John C. Ik krijg iets zo van peren. Peren? Lekker peren? Nee, wat ruik ik nou? Ik ruik helemaal niks. Ik ben nog steeds 4, toch? Nee. Ben je al 5? Nee. Ben je 4? Nee. Ik ben 4. Compleet! Oh! Gaan we 30 seconds spelen. Denk je dat je dat kan? Ja. Moet ik hem nu op zijn kop zetten? Zet hem op zijn kop. Blauwe mannetjes met een rode muts. En je hebt de grote en je hebt de... Mannetjes. Nee, blauwe mannetjes van de tekenfilms. Horoos. Ik doe deze. Oké, doe jij deze maar. En start. Je kan niet lezen, maar dat maakt niet uit. Ik kan dan lezen niks. Ja, draai maar om. Dan gaan we. 3, 2, 1. Als er een aardbeving is, waar wordt die dan op gemeten? Zag ik niet. Oké, we gaan weer. Een telefoonmerk. Je hebt er ook koelkasten van, je hebt alles. Een telefoon. Goed zo. Hoe heet de ontbijtkoek? Ontbijtkoekje. Goed zo. Hoe heet de automerk? Een auto. Goed zo. En wat is er zaterdag en zondag? Hoe noem je dat? Vrijdag. Goed zo. Oké, noem een zangeres. Uit Amerika. Kerk.
Ja, netjes. De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door... Kerk. Ja, netjes. Als je deze goed hebt, heb je alles goed, hè? De vader van je zus. Een papa. Maar deze gaan we even opmaken. Guy wil beerpong spelen. Je gaat hier staan op het blaadje. En dan moet je gooien. Bijna. Let's do this. Netjes! Je kan dit. Oké. Okay. Netjes. Maar niet uit. Hoppakee. Oh! Alles zomaar in één keer als een ware pro. Oké. Okay. Oké. Okay. Goed zo. Nice. Wat aardig van jou. Ja, ben ik van jou gepakt. Wat lief van jou, hé. Maar ik vraag me steeds af, ga jij wel een keer kauwgom eten? Ik denk dat jij helemaal die kauwgom niet lust. Wel. Vind jij helemaal niet lekker, denk ik. Echt wel. Zo, kijk ze gaan, joh. Dit is lekker, hoor, hé. Tijdje verder. We kijken een op waarheid gebaseerde natuurdocumentaire. Kie vindt het bijzonder interessant. Babykamer van de gamma, ik word... Hey! Babykamer van de gamma, ik word papa, ik word papa. Vijf luiers, koekoe, kaka. Nee, volgens mij was je er helemaal niet bij. Volgens mij was ik... Guy, je was er helemaal niet bij, joh. Maar ik was wel ergens in deze. Vijf luiers, koekoe, kaka. Ja, dit ben ik. Oh, daar ben jij! Dat was jij gewoon. Kijk wat voor jong koppie je hier had. Toen leefde ik nog het leven van een normale jongen. Ja. Nu heb je dikke bos haar op je hasses. Niet op mijn hersens. Die hersens die heb jij niet. Yeah. Als jij eraan gaat draaien, dan gaat hij ontploffen. Nee. Wat heb je nou gedaan? Zo, nu is helemaal. Nu is het kist, nu is het kapot. Klaar. Wil jij nog een kauwgompje? Ik heb al, dankjewel. Maar ik wil heel graag zien hoe jij dit kauwgompje gaat opeten. Ah, het was dus gewoon een grap. Daar gaat hij. Deze gaat in je mond. Godsamme, Kie! Eet het nou gewoon op. Je kan het gewoon. Je kan het. Ja! Hey! Wat is dit? 2 seconden in je mond gehad. Nee, 3. Jij moet nu Fortnite spelen. Ik heb sinds dat ik hier woon mijn PlayStation nog niet aangesloten. Maar Kie is heilig van overtuigd dat hij Fortnite aan het spelen is. Terwijl we gewoon een Royalistic livestream kijken. Zo, ik maak een huis. Ja, het is echt een mooi huisje wat jij gemaakt hebt. Echte pro. You can do this. Yeah! Yes! Yes! Ja! Je hebt gewonnen! Oké, Guy is klaar met het binnenleven. Waar wil je naartoe? We gaan iets leuks halen. Wat gaan we halen dan? Ik wil Nella. It's Nella. Or nothing. Hudson Nebo! Hij heeft een kut. Als een 4-jarig kind je hele dag mag bepalen, eindig je gewoon weer in de winkel. Deze, neem en deze. Nee, niet. Je moet er 1 uitzoeken. Deze. Hoppakee. Willen jullie paaseieren bij jullie thuis? Ik heb trek in paaseieren. Deze is voor bij jullie thuis. Kan jij hem ook afrekenen? Nee. Ja, op een of andere manier wil ik hier graag slagroom, maar ik weet niet zo goed waarom. Waarom wil je slagroom? Ja. We gaan pas naar huis rijden als ik een high five krijg. Drinken! Ben je klaar om de nerf in elkaar te zetten? Wat? Wat is dit? Een nerf. Een nerf? Ik denk dat we een probleempje hebben. Waarom? Er kunnen helemaal geen kogels in. Oh. Dan moeten we weer terug gaan. Kom! Kom! Oké, we gaan! Ik heb op een grote nerf voor een grote slurf. Maar wat gaat er om in jouw hoofd? Een nerf. Nerf nummer 2. La 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 la.
Een hele muur vol met Nerf. Zal ik deze doen? Ja, pak anders gewoon even de kleinste. Fortnite. Heb ik batterijen hier dan? Zitten die erbij? Ja. Oké, top. En die kogels zitten er ook bij? Ja. Oké. We zijn weer terug. Nerf nummer 2. Heel veel kogels. Kijk of de batterij er al in zit. Wat is dit voor ding? Een Nerf. Een Nerf? Ja, die man in de winkel zei dat er batterijen bij zaten. Meneer zei het, hè? Hij is heel stom. Hier, ik ga batterijen halen. Ik voel me echt het slaafje van een 4-jarige vandaag. De batterijen waren op. Niet. Ja, er waren... Ah. Ik hoop echt dat hij het doet, Kiek. Dit geluid, joh. Die ouders waren helemaal gek. Ik weet niet of je ouders hier blij mee zijn, Guy. Ik weet wel zeker van niet. Maar ja, dat maakt jou toch niks uit? Nee. Ik denk dat het veilig is als ik hem eerst even test. Nee. Oké. Say hello to my little friend! Zo! Guy had schijnbaar het taartenspel meegenomen, of het slagroomspel. Dus... Ik ga beginnen. Zo, jij wil gewoon dat het gebeurt. Hij doet bijna terug. Guy's vader is er om hem op te halen. En Guy wilde de hele tijd niet met die Nerf gun spelen, maar nu dat hij weet dat zijn pa er is, pakt hij hem heel snel. Dus ik denk dat ik weet wat er gebeurt. Oh nee, dat is van de Nerf. Oh nee, dat is van de Nerf. Oh nee. Dankjewel Kelvin voor het laserpistool. Dankjewel voor het Nerf. Dankjewel Kelvin voor de laser game pistool. Ja, onwijs bedankt.